graag een wedstrijd in Sals rijden met mijn kleine wielen, omdat ik volgende week de eerste EK heb. En dat moet op kleine wielen. En ik heb er heel veel zin in. Ja, het is een leukste, hè? Ja. En als het goed is, ligt de baan hier wel goed, want het heeft overal geregend. Ja. Niet zo heel goed. Nou, dat wel eerst de tijd. Ja, dat is wel waar. Nou ja, en hebben ze nu de baan weer helemaal geplakt? Ja. Oké, nou, ga je maar aankleden, want de eerste mans gaat beginnen, hè? Ja. Succes. Ja. Thank you.
Best wel goed. Kopstartje? Ja, kopstartje. En toen? Toen gewoon blijven rijden en niet gevallen. Ja, gewonnen. Ja. Mooi hoor. Ja. En het zonnetje schijnt, want het begon echt keihard te regenen toen jij bij de startek stond. Ja, hagelen. Ja, ook nog. En gelukkig begon de zon snel te schijnen. Ja. Mooie mans. Vind ik ook. Vond je dat ik goed reed? Like dan even. En vergeet ook niet te abonneren. Hij doet je best, hè? Ja. Klaar voor de tweede mans, Jan? Wat? Klaar voor de tweede mans? Ja. Zo, hoe ligt de baan? Mooi. Helemaal gevlakt of hebben ze het achterste gedeelte zo gelaten? Weet ik niet. Ik denk dat ze het achterste deel zo hebben gelaten. Oké. Okay. Nou, succes. Ja. Ik ben de laatste tweede man. Ik doe maar de 85.
richting de Vrijheid van het Park. De tweede mars ging niet zo lekker, maar ik ben wel eerste geworden en nu zijn we onderweg naar de prijsuitreiking. 3, Luca Vlasha, de 206, op de derde plaats van het team. En dan komt als 2, Mits Zwaan, op de startbord. Mits Zwift, al de 2000. En Jan met 2, en Huisman, af op de eerste plaats van staan. Ja, mensen, hadden nog even een massaal applaus voor deze 65 kleine wielerwinnaar.